Welkom bij Leeuwarden Actueel van vrijdag 2 september. Zoals bekend is gisteren de Eurodogshow 2011 van start gegaan. Vandaag nam Leeuwarden Actueel wederom een kijkje in het WTC Expo. De 11.000 honden die de show maken tot wat het is, moeten namelijk ook af en toe hun behoefte doen. En dat levert een hoop rotzooi op. Een fulltime schoonmaakploeg van 9 man heeft daar een dagtaak aan. Gewapend met een schep, schoonmaakmiddel en een emmer proberen zij het WTC zo schoon mogelijk te houden. Uiteraard wordt er hier en daar wel eens een hoopje vergeten. Maar ja, honden gaan helaas niet uit zichzelf naar het toilet. Slopers zijn korte metten aan het maken met het omstreden schoolgebouw aan de Antillenweg in de wijk Nylon. Tot vorig jaar was er een dislocatie van het palet gevestigd. Ouders en leerlingen hebben lang tevergeefs geprobeerd de samenvoeging met de hoofdvestiging tegen te gaan. De sloop van het gebouw is al de hele week bezig en men verwacht volgende week woensdag alles plat te hebben. Daarna zullen nog de opruimwerkzaamheden volgen, waarbij ook de begroeiing rondom de school meegenomen zal worden. Afgelopen nacht is er in recreatiebad De Blauwe Golf ingebroken. De schoonmaakster ontdekte vanmorgen vroeg een aantal mannen in het zwembad. De mannen zijn direct het pand uitgevlucht. En de vrouw alarmeerde de politie. Later bleek dat de mannen waarschijnlijk al uren door het pand op zoek waren naar waardevolle spullen. Wat de dieven exact hebben meegenomen en hoe ze zijn binnengekomen is nog niet bekend. Ja Arnold, we zijn hier bij De Blauwe Golf. Er is vannacht ingebroken. Hoe zijn jullie erachter gekomen dat er ingebroken is? Nou, vanochtend vroeg werden we al gebeld. De eerste schoonmaker kwam binnen en die heeft een aantal mannen aangetroffen. En die is eigenlijk een hoedje geschrokken. En van daaruit kwam een alarmmelding binnen door, was de politie hier snel te plaatsen. En zo zijn we erachter gekomen. Heeft de schoonmaakster een goede beschrijving kunnen geven van de mannen? Is helemaal nog niet bekend. Ze heeft zich snel verstopt. Want ja, ik kan me voorstellen dat ze natuurlijk gigantisch geschrokken is. De heren zijn dan gelijk gevlucht. Dus we weten eigenlijk verder nog niks. Hoe ziet het er binnen uit? Is er veel sporen van braak? Of zijn er dingen vernield? Of zijn het spullen verdwenen? Ja, er zijn ontzettend veel sporen van braak. Er zijn overal deuren opengebroken. Er zijn een aantal ramen gesneuveld. Dus er ligt her en der glas door het gebouw heen. Ook helaas in het water. Dus dat zullen we straks, zodra de politie het vrijgeeft, zullen we het eerst zo snel mogelijk gaan opruimen. Hoe nu verder inderdaad? Want maandag zou een grote verbouwing starten. Gaat het allemaal nog door of wordt het eventueel uitgesteld? Nee. De grote verbouwing kan gewoon doorgaan. We hebben de meeste schade op een garderobe en bij de kleedkamers. En dat is die schade is te verhelpen. En de renovatie staat er volledig los van. Dat heeft alleen betrekking tot het recreatiebad. Want de rest van de baden zijn gewoon geopend die gedurende 6 weken. Dus dat komt helemaal goed. Heb je enig idee waar de daders naar op zoek waren? Moeilijk te zeggen. De kassa is overhoop gehaald. Ze zijn ook bij de horeca naar binnen geweest. Daar hebben ze ook de kassa's overhoop gehaald. Maar ja, daar is allemaal niks te vinden. Dus een hoop schade daardoor gemaakt. Vanaf aanstaande maandag zal de tweebaksmarkt aan een grote verbouwing onderhevig zijn. Er wordt een strakke planning gehanteerd, waardoor het een korte, maar intensieve bouwperiode zal worden. Fietsers en voetgangers zullen ook gedurende de verbouwing kunnen passeren. Voor automobilisten zijn er omleidingen ingesteld. Het doel is om voor de kerst alles klaar te hebben, zodat de straat stralend het nieuwe jaar in kan. Dit was Leeuwarden Actueel van vrijdag 2 september.